Deze week organiseren wij het langste verhaal op onze school. Wie wil er meewerken met het langste verhaal? Elke ochtend stonden er een aantal ouders van het oudercomité klaar met de lange rol papier en een balpen om te vragen aan kinderen die naar school kwamen: wil jij een zinnetje schrijven en meewerken aan het langste verhaal? Jij, Youssef, wil jij een zinnetje schrijven? Sommige kinderen schreven het zelf en voor andere kinderen schreven wij het dan op. Er waren kindjes die elke ochtend trouw op post mee willen werken aan dat langste verhaal. Dus het enthousiasme was heel groot. Net als het schoolteam vindt het oudercomité het heel belangrijk dat er gelezen wordt, dat er voorgelezen wordt, waardoor dat er heel veel fantasie en creativiteit bij de kinderen blijft. Ze zingen heel mooi. Dus wij doen heel het schooljaar lang allerlei activiteiten rond lezen en voorlezen. En dan? Wat gebeurt er dan? Als ouder is het heel fijn om te zien hoe lagere schoolkinderen en ook kleuters heel enthousiast zijn en heel spontaan. En je ziet het verhaal groeien dag na dag en dat is toch eigenlijk al een wonder op zich. Op een frisse lentedag vroeg de geit aan de paddenstoel: gaan we een sneeuwballengevecht houden? Ja, echt superleuk. Op het einde van de week dan rollen we de rol helemaal van boven naar beneden uit het raam. En vertelt de meester het verhaal dat de kinderen zelf geschreven hebben. Yummy, chocolade, ik neem jou mee. Als je hoort dat in het begin van het schooljaar het lezen bij heel veel kindjes niet zo op nummer 1 stond. En we zijn nu halverwege het schooljaar en we merken dat heel veel kinderen best wel plezier hebben in het lezen. Dat ze zelf naar een leeshoek gaan, dat ze in de klas al eens sneller naar een boek grijpen in plaats van iets anders. Dus dat is ook fijn om te horen. En ze leefden nog lang en gelukkig in het hemelse snoepparadijs. Applaus! Yeah.